Goedemiddag, ik ben Henk van der Zouwen van 3D Letters. Ik ben op uitnodiging hier van Dirk van Bemmel van DVB Media. Dirk doet vandaag de eerste Link Borrel Nautic organiseren. En ik lever roestvrijstalen letters aan de Nautic-industrie. Dus ik denk, ik ga eens kijken op de Link Borrel. Ja, tot nog toe bevalt het hartstikke goed. Ik kom leuke mensen tegen. Het is op een hele relaxte manier. Kun je hier netwerken met collega-ondernemers. En dat is hartstikke leuk. Zonder deze mensen was het niet gelukt. Het vereist organisatie. Uiteindelijk kost het altijd niets geld. Dus het is heel laagdrempelig. Maar je hebt gewoon een aantal mensen nodig om het tot een succes te maken. Waarom is deze borrel speciaal? Omdat iedereen die hier komt iets heeft met boten. Het zijn bootfanaten. Het zijn mensen die werken in de marine industrie, in de watersport. Dat maakt deze borrel speciaal. We have 20 different foils. Not one fits all, doesn't work anymore. We have 20 different foils. One for glass, one for plexiglass, for outside GFK ships. Geluisterd aan? Laat zien. Ja, nee, maar hier zit even geen geluid bij, dus ik kan hem niet testen. Nou, ik kreeg de heftigste onweerstorm die ik ooit in mijn leven heb gezien. En ik hoop het echt nooit meer mee te maken, want het was zo ontzettend heftig dat het op een gegeven moment om je heen dichttrekt. Eerst is het alleen maar aan het bulderen in de wolken om je heen. En dan zie je op een gegeven moment dat het dichterbij komt. Het slaat in het water. Je zit daar in een zee die redelijk vlak is. En op een gegeven moment zit je daar vol in. En er zat zoveel onweer, zoveel spanning in de lucht, dat ik daar echt zat met een knallende koppijn die ik kreeg. Van de spanning die er in de lucht zat en al mijn RVS, mijn mentaal. Ja, ik heb ervan opgestoken dat roeien niet mijn ambitie is. En als ik zie al die blaren en wat je ervoor moet doen en het uithoudingsvermogen, dat is denk ik maar voor weinigen weggelegd. En dat is wat ik met name voor deze avond heb geleerd. En dat het sowieso altijd goed is om naar zo'n event te gaan als deze. Om mensen te leren kennen en in een hele relaxe sfeer met mensen te praten en ervaringen uit te wisselen. Om vervolgens te kijken wat je met elkaar kunt doen.